Nou, iedereen is intussen een beetje bang voor bacteriën, maar laten we wel weten, zonder bacteriën kunnen wij niet leven. In ons lichaam zijn bacteriën essentieel. Als ze uit ons lichaam zouden verdwijnen, zouden we binnen een paar dagen dood zijn. Bodem geldt precies hetzelfde voor. Bacteriën zijn essentieel voor een gezonde bodem. Zij zorgen voor heel veel verschillende dingen. Er zijn ongeveer 30 verschillende functiegroepen. Wat ze doen is bijvoorbeeld het vasthouden van voedingsstoffen. Ze bevatten voedingsstoffen en zolang ze in die bacteriën zitten, spoelen ze niet uit. En het uitspoelen van voedingsstoffen is in onze landbouw een heel groot probleem. Bacteriën helpen dus om voedingsstoffen vast te houden. En die worden weer door andere organismen vrijgemaakt. Er zijn bacteriën die kunnen stikstof binden. Die halen stikstof uit de atmosfeer en die leggen dat vast in een plantopneembare vorm. Iets anders dat bacteriën doen is bacterieel slijm uitscheiden. En dat slijm dat zorgt ervoor dat bodemdeeltjes aan elkaar plakken. En ze plakken zichzelf vast aan bodemdeeltjes, maar tegelijkertijd plakken ze dus ook bodemdeeltjes aan elkaar vast. En het mooie daarvan is dat die bodemdeeltjes, daardoor dat er ruimte ontstaat tussen die deeltjes. Je krijgt kruimels en die kruimels die zorgen ervoor dat er water en lucht in zijn bodem kan zitten. Ze zorgen voor structuur. En dat is onvoorstelbaar belangrijk. Een gezonde bodem heeft een goede structuur, zodat er voldoende water en lucht in die bodem kan zitten. Een bodem zonder bodemleven heeft een te slechte structuur om echt gezond plantenleven te ondersteunen. Dus je moet de bacteriën voeden om een gezonde structuur te hebben. Maar er leven natuurlijk nog veel meer organismen in zo'n bodem, niet alleen maar bacteriën. Er leven bijvoorbeeld protozoa, dit is een trilhaardiertje. Je hebt ook pantoffeldiertjes, die kennen jullie wel. Triadediertje, dat is ook een leuke. En de amoebe, die kennen jullie ook. Dat is een soort barbapapa, die heeft geen vaste vorm. En die knuffelt eigenlijk gewoon bacteriën dood. En dan het mooie daarvan is dat die dan de voedingsstoffen die in die bacteriën zitten, die komen weer vrij. Bacteriën bevatten relatief veel stikstof. En op het moment dat die opgegeten is door zo'n protozoo, dan komen de voedingsstoffen die in die bacteriën zitten, die komen weer vrij in de bodem. En zijn dan opneembaar voor planten. En dat is wat je nodig hebt, want je hebt voedingsstoffen die kunnen in de bodem zitten, maar die zijn niet altijd opneembaar voor planten. En dit soort organismen die zorgen ervoor dat dus die voedingsstoffen weer opneembaar worden. Dus dat proces heet mineralisatie. En zolang ze in de bacteriën zitten of in de plant, dan zijn ze geïmmobiliseerd. En dat is een cyclus waarbij voedingsstoffen langzaam, maar zeker gedurende het hele groeiseizoen vrijkomen. Als je kunstmest gebruikt, dan voeg je in één keer heel veel voedingsstoffen toe. En zo'n plant heeft eigenlijk geen keuze, die moet dat in één keer opnemen. En dan krijg je dus een hele snelle groei, maar dat is geen evenwichtige groei. Die plant is eigenlijk heel zwak. Je krijgt lange, waterige, uitgerekte cellen. De eiwitsynthese die loopt niet meer goed. En zo'n plant die bevat eigenlijk stoffen, aminozuren, die heel aantrekkelijk zijn voor insecten. Dus zo'n plant is heel zwak en wordt heel makkelijk aangevallen door insecten en schimmels en dergelijke. Nou, in de natuur heb je zoiets als successie. Successie is iets waar wij altijd tegen lopen te vechten. Want wij hebben altijd zo'n hekel aan onkruid. Je hebt zo'n hekel aan onkruid. Maar eigenlijk, onkruid, dat zijn pioniers. Dat zijn hele nuttige planten die hele specifieke functies hebben. Dus het zijn eenjarigen. En eenjarigen die groeien op bodems die kaal en verstoord zijn. Dus waar bijvoorbeeld een natuurramp heeft plaatsgevonden, zoals een bosbrand. Of er is een boom omgevallen, hè, doordat er een storm is geweest. Dat soort gebeurtenissen zorgen ervoor dat de bodem wordt verstoord. En dat er de schimmels in die bodem zijn vernietigd. Al die schimmeldraden zijn vernietigd. En je krijgt dus een bacteriedominante bodem. Die verstoord is, die kaal is. En die eenjarige, die pioniersplanten, die hebben als functie om die bodem zo snel mogelijk te bedekken met plantaardig materiaal. Dus ze produceren biomassa. En doordat ze die biomassa produceren, voeden zij het bodemleven en wordt het bodemleven dus weer gestimuleerd. En tegelijkertijd hebben die planten allerlei verschillende functies om bepaalde onbalansen te herstellen. Dus je kan bepaalde planten hebben die komen op bepaalde bodems met een bepaalde verstoring, een stikstofoverschot of een calciumgebrek of een mineralengebrek. En die plant helpt dan om dat weer te herstellen. Nou, wat wij dan vaak doen is die plant weghalen en dan kan dit dus zijn functie niet verrichten. Maar voor dit soort planten geldt eigenlijk dat ze opkomen, zich snel vermenigvuldigen, want ze produceren heel veel zaden.
veel biomassa produceren. Maar als je niets doet, verdwijnen ze na loop van tijd vanzelf. En dan worden ze opgevolgd door een andere plant in die successie. Dus meerjarige planten komen er dan. Er komen grassen. En ook die worden op een gegeven moment weer overbodig. Ze hebben hun functie vervuld. En dan worden ze opgevolgd door andere planten in de successie. Dus dan komen er struiken en pioniersbomen. Nou, die pioniersbomen bijvoorbeeld, dat is in Nederland is dat bijvoorbeeld een berk. Nou, een berk heeft als ecologische functie om dood neer te vallen. Hij groeit heel snel en dan valt hij dood neer. En dan voedt hij de schimmels. De schimmels verteren hem en die dringen de bodem binnen. En die bodem die wordt dan schimmeldominanter. En doordat die bodem dus helemaal verandert, is hij ook niet meer geschikt voor eenjarige planten. Dus onkruid tref je daar niet meer aan. Dan is op een gegeven moment die bodem zo schimmeldominant dat hij geschikt is ook voor climaxsoorten. Dus in Nederland is dat bijvoorbeeld een beuk en een eik. Die houden van bodems die al heel lang onverstoord zijn geweest en dus een heel schimmeldominant zijn geworden. Nou, die groeit daar een tijdje, dat kan honderden jaren zijn. En op een gegeven moment is zo'n boom op en dan valt hij om. En dan begint het hele verhaal weer overnieuw. Dan is die bodem weer verstoord. En dan komen er weer eenjarigen, die komen weer die bodem herstellen. En dan gaan ze weer, die successie begint dan gewoon weer overnieuw. Wat wij doen in de landbouw, maar ook in de moestuin, is dus eigenlijk die bodem constant in die pioniersfase houden. Ja, dus wij zeggen eigenlijk de hele tijd van, kom maar op onkruid, hè? Kom maar op, ik wil meer onkruid. Ja? Terwijl als je die bodem met rust verlaat en die successie in laat gaan, dan verdwijnt langzaam dat onkruid, omdat het zijn functie heeft vervuld. Dus het is een andere kijk op bodems. Die planten die hebben vaak iets te vertellen. Heel vaak zijn het indicatorplanten. Niet altijd. Je hebt ook gewoon bijvoorbeeld invasieve soorten die gewoon woekeren en absoluut niet weg willen. Maar heel veel inheemse planten die zeggen jou iets. Die zeggen van, nou, je hebt een calciumgebrek. Maar dat geeft niet. Ik kom het wel even voor je oplossen. Nou, wat wij dan doen is dat ik wat uittrekken en dan moet hij dus opnieuw terugkomen. Maar als je hem laat staan, dan vervult hij zijn functie en dan verdwijnt hij langzaam. En sommige planten die wij als onkruid beschouwen, die kun je beter laten staan dan weghalen. Bijvoorbeeld met klein kruiskruis is een keer een experiment gedaan, waarbij ze jaar na jaar na jaar hebben ze dat verwijderd, omdat ze ervan af wilden. En op een gegeven moment dachten ze van ja, het werkt niet. Dus hebben ze het laten staan en het volgende jaar kwam het niet terug. En toen bleek eigenlijk dat die plantjes die scheiden een stof uit waarmee ze zichzelf onmogelijk maken om terug te keren. En dat zie je dus vaker bij planten. Dat ze een bepaalde functie hebben, ze hebben een bepaalde niche. En zodra dat die niche verdwenen is, dan verdwijnen zij dus ook. Ja, wat zij zegt, je moet geen zwart willen. Dat is iets tussen onze oren. Dat is bepaald in onze cultuur van zwarte aarde is mooi. Maar we moeten leren om te zien dat zwarte aarde eigenlijk, dat is, nou ja, in de natuur zie je geen zwarte aarde. Dat is volkomen onnatuurlijk om dat te willen. Dus je blijft dan inderdaad vechten tegen die natuur. Wat je doet als je de bodem bedekt houdt, is je voedt het bodemleven. Je verbetert daarmee de structuur. Je bedekt de bodem waardoor planten die daarop willen komen, hè, wat wij onkruid noemen, onderdrukt worden. Maar omdat het bodemleven gevoed wordt, wordt de structuur verbeterd. En omdat er zoveel bodemleven is, wordt er die bodem gebalanceerd. En al met al heb je dus steeds minder onkruid. Ook puur omdat je die bodem bedekt houdt. Dus bij een pH van rond de 6,5 zijn de meeste voedingsstoffen het beste opneembaar. En heb je dus niet een te zure of te basis bodem. Dus je wil eigenlijk altijd een beetje een balans hebben tussen de bacteriën en de schimmels. Want de bacteriën die zorgen voor een hogere pH, omdat ze een basis slijm uitscheiden. Terwijl de schimmels die produceren zuren en enzymen en die verlagen de pH. Vandaar dat je de pH in zo'n bos ja, ergens rond de 4,5 ligt. Dus ja, zo'n bodem die verandert. En als je met die bodem mee verandert, dan heb je veel minder werk dan wanneer je de hele tijd die bodem in de pioniersfase wil houden. Maar een ander voordeel is dat je de schimmels met rust laat. Want de schimmels zijn onmisbaar in een gezonde bodem. En ze zijn volkomen onderschat. Sterker nog, de meeste mensen denken bij schimmels alleen maar aan bedorven eten. Of aan een paard, maar niet aan bodemorganismen.
Terwijl juist in de bodem zijn schimmels verschrikkelijk belangrijk. Ze vervullen allerlei verschillende functies. Dus wij willen die schimmels voeden. En wat je hier ziet is een boom. En die boom die laat elk jaar zijn blaadjes vallen. En als wij dan die blaadjes zien, dan denken we, afval, dat moeten we afvoeren. Als ik blaadjes zie, dan denk ik, voeding voor schimmels. En die schimmels, die eten die blaadjes op en die verteren ze. En die dringen de bodem binnen en die verrichten er allerlei functies. En zij zorgen ervoor dat die koolstof die in die blaadjes zit, dat die in de bodem terechtkomt. Dat de structuur verbeterd wordt. Want ook schimmels die verbeteren heel erg de structuur. Nog wel meer dan bacteriën misschien wel. En doordat die structuur verbetert en ze zorgen ook voor dat de pH omlaag gaat, zorgen ze al met al voor dat het ideale bodemvoedsel hebt voor die boom, dus rond die boom gevormd wordt. Op het moment dat je die blaadjes weghaalt, haal je de koolstof weg, je haalt de voeding voor de schimmels weg. Dus de structuur die stort in, de bodem is kaal, dus de regen slaat erop en die compacteert hem. Of er groeit gras en er gaan de hele tijd van die grasmaaimachientjes overheen die bodem compacteren. Nou, al met al is zo'n bodem dan niet meer geschikt voor een boom. En wat je dan ziet is dat die boom ziek wordt. En dan komt er een of ander kevertje of een schimmelziekte, die komt hem dan opruimen. En dan zeggen wij, dat kevertje, hè, die maakt die boom dood. Maar uiteindelijk hebben wij zelf die boom eigenlijk ziek gemaakt, waardoor je aangevallen wordt. En komt die kevertje alleen maar opruimen. Niets meer dan dat. Het is een indicator van het feit dat wij iets fout doen. Dus het is heel erg is het belangrijk dat wij observeren wat er gebeurt in de natuur. En dat we dus niet de beestjes de schuld geven, maar ook naar onszelf kijken. Dus laat eigenlijk over de hele breedte van een boom de blaadjes liggen. He, dus niet alleen maar die ene meter boomkroonspiegel of boomspiegel die ze in de gemeente aanhouden, maar de hele breedte. Dit is de boomkroonprojectie over de hele oppervlakte van zo'n boom. Daar zitten oppervlaktewortels en op de oppervlakte waar dus die blaadjes vallen, daar zitten de belangrijkste wortels van een boom. En als je die dus, als je daar gaat maaien en schoffelen en weet ik wat voor allemaal voor rare dingen doen, dan beschadig je dus de allerbelangrijkste wortels van een boom. En dat gaat ten koste van het hele bomenbestand in heel Nederland. Probeer nog maar zo'n gezonde boom te vinden. Een bodem is altijd bedekt in de natuur. En dat heeft een hele goede reden. Want een onbedekte bodem die is niet bestand tegen erosie. Wat je hier ziet is een kale bodem waar wat water op is neergelaten. En een regendruppel, die heeft eigenlijk de inslag van een meteoriet. Dat is gewoon, die slaat gewoon letterlijk een krater in de bodem. Dan gebeuren er verschillende dingen. De bodemdeeltjes worden door elkaar gemengd, waarbij de grove deeltjes onderop komen te liggen en de fijne boven. En dan krijg je dus bovenaan krijg je de kleideeltjes. En die vormen eigenlijk een terracotta laagje. Dus je krijgt een ondoordringbare laag. Maar die bodem compacteert ook door die impact. En dan kan water niet meer goed infiltreren. Dus het gaat niet meer in de bodem, maar het blijft er bovenop liggen. En dan gaat het bovengronds afstromen en dan komt het in de sloot terecht bijvoorbeeld. En dan zie je dat het water is gewoon bruin. Zou je die bodem bedekken met gewoon wat dood organisch materiaal, een mulchlaag, dan kan het water, dat heeft niet dezelfde impact, dus het kan dan rustig die bodem binnendringen en loopt dan door de bodem naar buiten. En je ziet, het neemt wat bodemdeeltjes mee, het neemt wat voedingsstoffen mee, maar het is veel en veel minder. Dus dit is al beter bodembeheer. Maar zou je nou diezelfde bodem hebben, maar dan een levende bodem waar planten op groeien, die planten die voeden het bodemleven, daar zitten schimmels in, daar zitten bacteriën in, er zitten talloze plantenwortels in die allemaal voedingsstoffen opnemen en vervuiling opnemen en vastleggen. En het water komt er schoner uit dan het erin ging. Want dat is namelijk een van de belangrijke functies van een bodem. Een gezonde levende bodem die zuivert water. Dus de helderheid van het water in de sloot is een directe indicator van hoe er met de bodem wordt omgegaan. En ziet het water er zo uit, dan weet je dat er heel wat mis is. Ja, maar onkruid heeft hele belangrijke ecologische functies. En elke plant, of het een onkruid is of een gewenste plant, maakt niet uit. Maar elke plant haalt ongeveer 96% van zijn biomassa haalt hij uit water en CO2. Dat voegt hij dus allemaal toe aan de bodem. Die
koolstof die in de CO2 zit, die haalt hij er dus uit. En daarmee legt hij de energie vast waar al het leven op aarde van afhankelijk is. Dus wij zaten hier niet als er geen fotosynthese plaatsvond. Dus je hebt die planten altijd nodig om de energie te krijgen. Hoe meer biomassa er wordt geproduceerd door planten, hoe meer organismen die van die fotosynthese afhankelijk zijn, er kunnen zijn. Dus elke plant die fotosynthetiseert, dat is pure winst. Het enige wat je hoeft te doen is dat onkruid, voor zover je het onkruid kunt noemen, af te knippen en te laten liggen. En die energie die hij heeft vastgelegd, die komt dan in de bodem terecht en voedt het bodemvoedselweb. En die voedingsstoffen komen weer vrij. En daardoor krijg je dus dat er steeds minder onkruid komt in plaats van alleen maar steeds meer. Maar een bodem kan ongelooflijk veel water vasthouden, mits er genoeg organisch materiaal in zit. En onkruid produceert organisch materiaal. Elke procent organische stof in de bodem zorgt ervoor dat je per hectare 170.000 liter kan vasthouden in die bodem. Dus daar kun je met geen regenton tegen op. Dat zijn onvoorstelbare hoeveelheden water die je dus in die bodem kan vasthouden. En op het moment dat het organische stof uit de bodem verdwijnt, verdwijnt het water ook. En dan heb je pas echt een probleem. Ja. Dus ze verbruiken water, ze verdampen water, maar dat doet een boom ook. En je gaat ook niet zeggen van we zagen de boom om, want hij verbruikt water. Want wat er gebeurt is namelijk het water verdampt, komt in de atmosfeer terecht, condenseert daar en je krijgt regen. En regen, dat hebben we nodig. Op het moment dat de planten en de bomen weg zijn, heb je ook geen regen meer. Dat zie je in de woestijn. En zodra je de planten weer terugbrengt, komt de regen ook weer. En dan herstelt zo'n ecosysteem zich weer. Ja, dus een woestijn is niet het ontbreken van water, maar het ontbreken van planten. Het bodemleven zorgt voor de structuur. Dus je moet het bodemleven voeden. En die zorgt ervoor dat er allerlei gangetjes komen in de grond, waardoor het water in kan, dat er plekken komen waar het water in vastgehouden wordt, dat er gangen zijn waardoor zuurstof de bodem kan binnendringen. En op het moment dat je gaat spitten of gaat losfrikken, dan vernietig je dus heel veel schimmeldraden. En schimmeldraden die kunnen netwerken vormen van kilometers en onderling kunnen ze communiceren. Ze kunnen signaalstoffen uitscheiden waarmee ze dus bijvoorbeeld koolstof van de ene boom naar de andere boom brengen. Het hoeft niet eens van dezelfde soort te zijn. Eén schimmel die kan met wel 20 verschillende bomen van verschillende soorten kan die een symbiose aangaan. En die kan dus allerlei stoffen met elkaar uitwisselen. Ook, hij kan ook water naar de boom toe brengen. En hij kan dus ook bijvoorbeeld een boom of een plant waarschuwen. Van, hey, die plant daar wordt aangevreten door een rups. Ga signaalstoffen uitscheiden. En dan gaan ze bijvoorbeeld stoffen uitscheiden waarmee sluipwespen worden aangetrokken. En die komen dan eitjes leggen in die rups en die gaat dan dood. En dan zorgt dus die plant ervoor dat dus die rupsen weer worden aangevallen. Ja, maar ze kunnen ook bijvoorbeeld, als een berk bijvoorbeeld, die kan, als een berk in de zomer blaadjes heeft, dan kan die fotosynthetiseren. En dan kan die zijn koolstof via die schimmelnetwerken naar een den brengen. Dat is een hele andere soort. Die niet kan fotosynthetiseren omdat hij in de schaduw staat van die berk. Maar in de winter, als die berk zijn blaadjes heeft verloren, dan kan die den kan nog steeds fotosynthetiseren, want die heeft naalden. En dan geeft hij die koolstof weer terug aan het berk. Ja, dus zo helpen twee niet verwante soorten helpen elkaar om dus die successie te versnellen via die schimmelnetwerken. En op het moment dat je dus met een grote machine door die bossen gaat karren om bomen te oogsten, dan vernietig je dus die complexe netwerken. En die hebben een naam. Ik weet niet wie het verzonnen heeft, maar dat noemen ze het World Wide Web. En dat is het ook. Het is net als ons internet, is het gewoon een complex netwerk van het uitwisselen van informatie en voedingsstoffen. Het grootste organisme op aarde is een schimmel. Die leeft in Oregon. Dat is een sombere honingzwam. En die beslaat een oppervlakte van meer dan 8 vierkante kilometer. En die kun je vanuit de ruimte zien. Dat is het enige organisme op aarde dat je vanuit de ruimte kan zien. En het is eigenlijk gewoon een kaalgeslagen vlakte. Want de sombere honingzwam is een parasiet die maakt bomen dood. En dus ja, het is gewoon een groot stuk ontbost. En ze kunnen dus zien dat het één organisme is, omdat het dus genetisch
is het gewoon allemaal aan elkaar, is het gewoon hetzelfde. In bossen kunnen dus ook complexe netwerken ontstaan van echt vele kilometers, waarin dus die informatie wordt uitgewisseld. Een leuk voorbeeld van de microzale schimmel is de berk, want die leeft namelijk samen met een overbekende paddenstoel. Dat is die, de rood met witte stippen vliegenzwam. En dat is dus een ectomycorrhiza. Die groeit om de wortel van de plant heen. En ectomycorrhiza die produceren paddenstoelen. En dat zijn dus schimmels waarvan je heel makkelijk kan zien dat ze dus samenwerken met een bepaalde boom. Deze schimmel werkt ook samen met dennen en sparren en ook met beuken. Dus je kan aan de aanwezigheid van de schimmels, van de paddenstoel eigenlijk, kun je dus zien of die symbiose in orde is of niet. Een andere functie die schimmels vervullen is het vastleggen van koolstof. En niet zo'n heel klein beetje ook. 1/3 van alle koolstof in de bodem die zit in glomaline. En glomaline dat is een soort superlijm. En je ziet hier de wortel van de plant en de schimmels daaromheen. En dit zijn die bolletjes, dat zijn de sporen van die schimmel. En als die in contact komen met de wortel van een plant, dan worden ze actief en dan gaan ze die symbiose aan. En die schimmels die produceren glomaline. En dat doen ze eigenlijk om de schimmeldraden dicht te plakken, zodat ze geen voedingsstoffen en water lekken. Maar het neveneffect is dat ze ook de bodemdeeltjes aan elkaar plakken. Dus ze verbeteren de structuur. En ze bestaan voor ongeveer 30-40% uit koolstof. En dat zorgt ervoor dat ongeveer 1/3 van alle koolstof in de bodem in die glomaline zit. Die koolstof die kan daar tientallen tot meer dan 100 jaar stabiel blijven. Dus als je gaat kijken naar klimaatverandering, dan ga je bijvoorbeeld zien dat de bodems die stoten in Europa 10 keer meer CO2 uit dan de industrie. Terwijl ze eigenlijk juist koolstof op moeten slaan. Een goede bodem die kan 8 ton CO2 per hectare per jaar opslaan. Dus door middel van fotosynthese kunnen we die koolstof in de bodem krijgen en kunnen we dus dat koolstofoverschot in de atmosfeer kunnen we in de bodem brengen. Goed, dus die schimmels en die bacteriën die leven in die bodem, die plakken bodemdeeltjes aan elkaar en die zorgen ervoor dat er structuur ontstaat. Dit zijn twee bodemkruimels. Een goede, gezonde bodem die bestaat uit kruimels van een halve of een hele centimeter groot. En tussen die kruimels zit ruimte. Dat zijn de poriën. En die poriën, dat zijn grote poriën, kleine poriën. En dus in de grote poriën, daar zit lucht. En lucht, daar zit zuurstof in. En in de kleine poriën, daar wordt water vastgehouden. Nou, allebei essentieel. En een goede, gezonde bodem die bestaat voor ongeveer de helft uit water en lucht. En slechts de helft van een bodem is dus vast en bestaat voor ongeveer 45%, hopelijk zelfs nog wat minder, uit minerale deeltjes, dus zand, zilt en klei, onze bodemdeeltjes. En voor minimaal 5% uit organisch materiaal. En dat is dus dode planten, dat is het bodemleven, de poep van het bodemleven, het dode bodemleven. Alles van organische oorsprong wat in die bodem zit, dat is organisch materiaal. En dat voedt het bodemleven en zorgt ervoor dat die structuur verbeterd wordt. Er zijn talloze organismen die helpen om die structuur te verbeteren. Bacteriën en schimmels zijn er heel belangrijk. Algen, beetje. Maar regenwormen bijvoorbeeld zijn essentieel. En wat doe je als je spit? Dan maak je al die gangen kapot. En bijvoorbeeld de pendelaars, dat is de gewone regenworm, die kan 30 centimeter worden. En die maakt verticale gangen. En die trekt organisch materiaal dat op de bodem ligt, trekt hij de bodem in en slaat het daarop in holletjes. En daar legt hij eitjes in en dan komen er weer nieuwe wormpjes. Elke keer gebruikt hij dezelfde gangen. En wat hij heeft verteerd, dat poept hij bovengrond weer uit. En die wormenpoep is heel erg voedingsstoffenrijk. Er zijn ook strooisellaagbewoners, de compostworm bijvoorbeeld, maar ook de rode regenworm. Die leven in die strooisellaag en die eten dat organisch materiaal op en dat poepen ze weer uit. En daarbij produceren ze bijvoorbeeld chitinase. Dat is een enzym dat de chitine van insecten oplost. Dus een plant kan dat opnemen. En als een insect die plant opeet, dan denkt hij, chitinase, daar lost mijn huid van op en mijn schildje. Dus dan gaat hij ergens anders naartoe.
Dus de wormen die zorgen ervoor dat de planten veel vitaler zijn wanneer er geen wormen aanwezig zijn. Maar er zijn minstens twee functiegroepen, namelijk de strooisellaarbewoners en de pendelaars, die hebben dus een organische laag nodig met dood organisch materiaal wat ze kunnen opeten of de bodem in kunnen trekken. Dus een kale bodem zorgt ervoor dat je dus minder wormen hebt en dus minder vitale planten. Schimmels zijn belangrijk, wormen zijn belangrijk, wie er op nummer 1 staat, ik weet het niet, ze zijn allemaal belangrijk. Maar ze kunnen niet functioneren als er kunstmest wordt gebruikt. Die kunstmest, dat zijn kunstmestzouten, en daardoor kunnen die wormen die kunnen geen gangen maken. Die gangen die maken ze met een slijmlaagje en dat kunnen ze niet produceren als er kunstmest wordt gebruikt. Dus ze verdwijnen uit de bodem, ofwel ze vluchten naar boven en dan worden ze opgegeten of gaan ze dood door de UV-straling. Terwijl die wormen, die hebben allerlei verschillende functies. Een hele belangrijke functie is dus ook het vrijmaken van voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfaat en kalium, maar ook magnesium en calcium. En die zijn dan opneembaar voor planten. En sommige wormen die maken dus verticale gangen en die poepen bovengronds. Andere die maken horizontale gangen en die poepen hun eigen gangen weer vol. En dat zijn ideale corridors voor plantenwortels. Ja, die treffen daar mooie rulle aarde aan, die vol zit met bacteriën. En allerlei voedingsstoffen die direct ontneembaar zijn voor de plant. Dus de aanwezigheid van wormen zorgt ook dat de doorworteling van planten vele malen beter is. Iets wat heel cruciaal is, maar wat weinig mensen zich realiseren, is dat planten centraal staan. Iedereen weet van ja, je hebt een gezonde bodem nodig om planten te kunnen laten groeien. En die planten worden dan dus gezond. Maar je hebt planten nodig om überhaupt bodemleven te kunnen hebben. Die planten die leggen koolstof vast en die maken koolhydraten die ze weer via hun wortels uitscheiden en waarmee ze het bodemvoedselweb voeden. Tot wel 80% van die vastgelegde energie die stuurt een plant de bodem in en voedt daarmee de bacteriën en de schimmels rondom zijn wortels. En die bacteriën en schimmels die worden op hun beurt weer opgegeten door protozoa en nematoden en allerlei andere beestjes die daarop afkomen. Dus rond zo'n wortel van een plant ontstaat een enorm vreedfestijn van allemaal organismen die elkaar opeten, waarbij voedingsstoffen vrijkomen die een plant anders niet zou kunnen krijgen. Bijvoorbeeld fosfaten zijn echt problematisch voor een plant. Die zitten eigenlijk altijd opgesloten, die zijn chemisch gebonden in de bodem waardoor een plant er niet bij kan. Maar bijvoorbeeld mycorrhizale schimmels en bepaalde bacteriën kunnen die voedingsstoffen weer vrijmaken en afleveren aan de plant. En die plant weet dat natuurlijk, dus die stuurt energie die bodem in om dat bodemvoedselweb te voeden. En hij maakt die energie dus uit koolstofdioxide en water. Dat voegt hij samen tot koolhydraten. Dus fotosynthese betekent samenvoegen met licht. En daarvoor is lichtenergie nodig. Dus dat draait allemaal op zonne-energie. Een andere manier om die voedingsstoffen toe te voegen zou kelp kunnen zijn. Alleen kelp wordt nu overbekelpt, overbevist. Er wordt te veel van geoogst, waardoor er een schaarste ontstaat. En kelp is een alg. En algen produceren 50 tot misschien wel 80% van de zuurstof die wij ademen. Dus het is cruciaal dat wij dit soort organismen in de oceanen laten, maar ook dat ze kunnen functioneren. En de oceanen verzuren nu heel erg snel door een overschot aan CO2 in de atmosfeer. Dus dat is nog een reden om die CO2 uit de atmosfeer te halen en in de bodem te stoppen. Als de oceanen sterven, dan kunnen wij het wel schudden. Maar we zouden wel kelpwouden kunnen aanleggen en daarmee dus biomassa kunnen produceren die we op het land kunnen gebruiken. Waardoor we dus die voedingsstoffen uit de oceanen halen en we terugbrengen op het land. Maar het draait allemaal om biodiversiteit. Biodiversiteit geeft veerkracht. Het moment dat je biodiversiteit verliest, dan wordt alles steeds instabieler. In de landbouw zijn we bijvoorbeeld 95% van de biodiversiteit aan zaden kwijtgeraakt. Die zadenbedrijven worden allemaal opgekocht door grote multinationals zoals Monsanto, BASF en Syngenta. En die produceren voornamelijk genetisch gemodificeerde zaden, maar ook bijvoorbeeld F1-zaden, hybride zaden. Die zaden worden vaak ook nog eens een keer gecoat met pesticiden. En de biodiversiteit daarvan is nieuw. Dus wij zijn bijna alles kwijtgeraakt, terwijl vroeger had elk dorp had zijn eigen bonensoort, weet je wel. En die waren aangepast aan lokale omstandigheden, die waren
op de lokale bodemsoort, aan het klimaat. En nu heb je gewoon generieke zaden die ergens op één bedrijf worden gemaakt en die moeten het overal maar doen. Maar dat geeft totaal geen veerkracht. En we hebben juist die biodiversiteit nodig om ons te kunnen aanpassen aan bijvoorbeeld klimaatverandering. Dus wij moeten zelf die biodiversiteit terugbrengen. En wij moeten dus de macht over de zaden hebben. En nu ligt die macht voornamelijk bij de multinationals. Ongeveer 80% ligt bij 5 bedrijven. Nou, dat is volkomen absurd dat dat kan. Dus er moet ook iets veranderen in onze economie. Willen we iets veranderen in die manier waarop dat nu gaat? Maar we kunnen nu al zelf onze zaden gaan winnen en leren hoe we die kunnen bewaren en elk jaar weer opnieuw kunnen gebruiken, zodat we minder afhankelijk zijn van dat soort grote bedrijven. Dus de boodschap is eigenlijk, bodem moet in balans zijn. En het gaat er helemaal niet om dat er zoveel mogelijk dingen in zitten. Hè? Bijvoorbeeld in een horloge, die moet er juist de tijd aan geven. Maar jij of die van goud is, en het gaat er ook helemaal niet om hoeveel tandwieltjes erin zitten. Dat maakt helemaal geen snars uit. Maar het gaat erom hoe die tandwieltjes in elkaar grijpen. En als al die tandwieltjes perfect in elkaar grijpen, dan geeft een horloge de juiste tijd aan en heeft hij dus voor ons waarde. In de bodem is het precies hetzelfde. Er hoeft niet zoveel mogelijk voedingsstoffen of zoveel mogelijk bodemleven of zoveel mogelijk dit of dat. Als alles in balans is en alles grijpt perfect in elkaar, ja, dan heb je de meest weldoende plantengroei en heeft hij dus de meeste waarde voor jou. En dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap. Dus dat is eigenlijk waar ik jullie mee wil verlaten. Dank jullie wel.